Hey en leuk dat je kijkt naar deze Glutonium Review. Dit keer hier vanuit Helmond, vanaf de voorjaarskermis. Ik weet wel nooit dat ik heb gezegd in een Facebook post of in een YouTube filmpje van... Goh, ik ga alleen maar nog maar hier kermis in Nederland bezoeken die heel erg speciaal zijn. Of een leuke lijst heb. Ik zou eerst naar Emmerkompost gegaan zijn, maar... Ja, alleen maar puur voor een opgooi zweefmolentje, dat ga ik niet. Ja, dus heb ik gekozen om naar Brielle toe te gaan. Nou, dat was dus een van een leuk lijstje die eigenlijk niet op mijn planning stond, maar echt halverwege deze week dacht van, ja, ga ik er naartoe. Omdat er toevallig een speciale planning is uitgebracht bij de Luxury Club. Nou... lopen we hier dus richting de markt en ja, gaan we kijken wat hier allemaal staat. Grotendeels zal allemaal hetzelfde zijn wat in de afgelopen paar jaar hebben gestaan hier. Maar hier in Helmond staat ook een hele speciale zaak. Die heeft bekendgemaakt van de week dat dit het laatste seizoen zal zijn. En dan heb ik het over de eclipse van Gebroeders Korten. Die is helaas verkocht richting Frankrijk toe. Echt jammer genoeg. Ik ben benieuwd of dat ze met iets nieuws zullen gaan komen of niet. Ik weet niet of dat ik naar Eindhoven ga dit jaar. Een paar keer per jaar moet ik even kijken naar de Osse Kermis. Of ik daar naartoe ga. Want daar staat hij normaal gesproken ook, zeg maar. Voordat hij Duitsland intrekt. Ja, ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier vanaf de voorjaarskermis in Helmond. En kijk wat hier staat. En natuurlijk gaan we even lekker een rondje maken op de eclipse van Gebroeders Korten. Misschien dat dit al de laatste keer is dat ik hem ga doen. Of tenzij dat ik nog naar Parkilaria toe ga. Of naar de Osse Kermis. Ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier vanuit Helmond, vanaf de voorjaarskermis. Toe gaan. We hebben hier nog een teacups, daar nog een babyvloer, hier nog een salto trampoline die we ook wel eens in Den Bosch of weet ik waar allemaal vinden. En ze komen dus aan bij de allereerste grote zaak, Steven The Future Dance, rijtjes onder de voer, een type breakdance nummertje 3, gebouwd bij Hus, huisartsje naar Bremen, ja, op heel kermis gezien gedaan. Ja, ik heb hem nog eigenlijk niet echt bij avond echt goed gezien. Sowieso vanwege de moving heads. Dus daar gaan we hier sowieso een avondritje op maken. Onride, tevens offride. En komt later op de YouTube-kanaal Dutch Coaster Community. En dan hebben we daar nog de Laguna Ripsbaan. Rijstonden van Reken. Uit een mooie Limburg. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. Steeds de Laguna Ripsbaan. Rijstonden van Reken. Op heel veel... verschillende kermissen zien, gedaan. Dit is toch wel een van de mooie rustbanen van de Nederlandse kermissen. Zo hebben ze dus ook de Cyclone tot beschikking. Die komt ook op heel veel verschillende soorten kermissen. Nou, hopen dit seizoen tegen te komen. Ja, ik heb net even met de operator staan praten. Helaas hebben ze geen microfoon, mogen ze ook niet gebruiken. Mogen ook steeds jingles gebruiken, omdat blijkbaar de gemeente heeft geklaagd vanwege geluidsoverlast. Zo mis je ook het zeil achter de attractie. Ja, mocht niet, omdat als ik het nog goed heb onthouden, het niet uitziet. Ja, dan mis je toch wel een gedeelte van de show, hoor. Ofwel, ja... eigenlijk, sinds dat ze hier staan, mogen ze dat helaas niet meer. Toen ze nog op het grote plein stonden, waar we straks naartoe gaan, mochten ze zoveel geluid maken als ze maar wouden. Mochten ze het doen en het zeil achter hebben. Maar sinds dat ze hier staan, helaas niet meer. Dus ja, dan kan je echt niet meer het mooiste en het beste eruit halen. Wat deze geweldige rustbaan heet. Maar buitenom dat is het gewoon een leuke rustbaan om te zien en om te doen. En als ik me nog goed kan herinneren is deze gebouwd bij Krijg en zullen we heus wel dit seizoen nog tegenkomen. Maar hopelijk ook de Cyclone, want dat is heel erg lang geleden dat ik die nog heb gezien. En zo gaan we door richting de volgende attracties. En dan hebben we hier nog een reis door Toverland, een reis door de Snuihoefnagels, uit het mooie bergen op zo, met krabberaf. Dat is ook vaak bij ons op de Roosendaal, maar het is toch wel een leuke, mooie burgerbaan om te zien. Oké, als ik eerlijk mag zeggen, die Duitse, dat is een tikkeltje mooier, maar ja, dit is ook wel een leuke. Maar ja, kom er tegen, stap lekker in, in ieder geval met de kids en ja, maak je lekker een reis tot Toverland. En heel misschien als we in Roosendaal zijn, bij Gebroeders Korten, dat we deze tegenkomen. Anders heel misschien Eindhoven, als ik naar naartoe ga. Maar zo gaan we door richting het grote plein. En dan hebben we daar nog een minicars, rijst van de swinkels. Dames en heren, zo komen we dus aan op het grote hoofdplein. We hebben hier nog de rock'n'roll. Deze is wel nog van Roos van Essen, gelukkig. Van dat de andere ja, is gegaan naar de familie Valen toe. Dus Dani Valen. Meestal vorig jaar of het jaar erop had je hier nog kermis. Helaas dit keer niet. Heb je hier nog bakstraat, een viskraam. En dan gaan we starten hier met de overige zaken waarvoor zij gekomen. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. Dit is Adventure Bay Funhouse. Reis onder Spelbrink. Op veel verschillende kermissen gezien, gedaan. En dit was zeg maar de laatst gebouwde Funhouse van Rossetto voor hier in Nederland. En dit was de eerste met een voorbouw. Nou, daarna is de Abschiedsparty van Meijer gevolgd, die nou ook een voorbouw heeft. Ja, in ieder geval volgens mij hebben ze dat hier nog opgelost aan het rek daar. Dat ze nou die stootkussens gehalveerd hebben. Dus dat ze nou niet meer in de problemen zitten met dat ze die kussen zeg maar aan het hekwerk komt vast te zitten. Wat het probleem hiervoor wel was. Nou, dat hadden ze eigenlijk al meteen bijvoorbeeld bij de afterski-party van Meijer dat probleem opgelost. Dus dat ze echt meteen gehalveerd zijn. Dus ja, hier hebben ze dat ook de meeste ook gedaan. Maar dit is toch wel nog steeds een van de mooiste gedecoreerde funhouse van Nederlandse kermissen. Ofwel Adventure Bay van Spelbrink. Kom je tegen, loop lekker een rondje doorheen. En ja, ik ben benieuwd of dat ze binnen nog verder gedecoreerd hebben. Maar misschien dat deze wel naar Roosendaal toe komt in september. En loop gewoon even lekker een rondje doorheen. En dan hebben we daar nog heel ver weggedrukt. Echt jammer. De megaslide van Vonk. Echt jammer dat hij zo ver de straat ingedrukt staat. Ik zou hem eigenlijk een stuk naar voren gehaald hebben, want dan ja, past hij gewoon echt bij de kermis. En nu staat hij gewoon weggedrukt. Echt jammer genoeg. Echt heel jammer. Maar ja, hier staat dus ook gewoon nog een megaslide. Leuk voor de kids. En zo gaan we naar de Eclipse toe, waar we speciaal voor zijn gekomen. Ja, dames en heren, zo komen we helaas aan bij... Nou, helaas, nou, ik vind het wel jammer. Maar zo komen we aan dus aan bij de volgende zaak, steeds de Eclipse van Gebroeders Korten. Ik had gehoopt, wat ik op Facebook had gezien, dat het niet waar was. Maar helaas, het is waar. Hij is verkocht aan een Franse. Dit seizoen gaat hij hem nog volledig afmaken. Dus waarschijnlijk zat hij heus wel nog naar Eindhoven te komen als... Frankfurt, ja, misschien de TT in Assen. Natuurlijk gaan we hier even een rondje op maken, onrijd, tevens afrijden op de Eclipse van Gebroeders Korten. En tevens is dit een type Capriolo 8B, gebouwd bij Mondial uit mooie Heerenveen. Ja, ik zal het toch wel echt gaan missen, want dit was toch wel een van de ja, mooiste zaken wel op het extreme gebied van de Nederlandse kermis en tevens Duitsland. En ja, en is helaas toch aan Frankrijk verkocht. Jammer. Maar ja, ze hebben iets van pakweg 15, 16 jaar gehad. Dat is ook best wel lang hoor, als je eerlijk mag weten. 15 à 16 jaar lang dezelfde zaak exporteren. Nou, ik hoop voor de komende seizoenen dat ze met iets moois terug zullen gaan komen. Ik heb ook nog even met de Gebroeders Korten staan praten. Of met eentje van de familie Korten. En ze durven nog niet te zeggen of dat ze met iets anders zullen gaan terugkomen. Maar kom je hem dit seizoen tegen? Ben je een waaghals die hier instapt? Stap erin. Want ja, dit zal helaas het laatste seizoen zijn dat hij hier in Nederland en Duitsland te bewonderen zal zijn. Natuurlijk gaan we hier in Helmond even een rondje maken. Heel misschien in Eindhoven, als we daar naartoe gaan. Als de planning mij gegund mag zijn. Of Os, of de Titi, of weet ik wat waar. En misschien kom ik wel in Duitsland tegen. Dat durf ik niet te zeggen. En zo gaan we door richting de volgende zaken. En dan is de X-Factory van Shuffle Button, tevens Boesveld. Die nog voor het laatst in Valkenswaard hebben gezien op de carnavalskermis. Ja, daar is net zo. Komen we aan bij de volgende zaak, steeds de X-Factory. Sinds dit seizoen reist het onder Shuffle Button. Tevens Boesveld. Voor de eerste keer dat we hem onder hun deden. Dat was op de carnavalskermis in Valkenswaard. Ja, we hebben een heerlijke rit gehad en een heerlijke show. Ja, onder Shuffle Button, tevens Boesveld. Wil ik hem eigenlijk het beste reizen, omdat je een hele goede rit hebt, een hele goede show hebt. En sinds dit seizoen tikt hij ook niet meer op de achtergrond. Dus ja, daarvoor zijn ze heel erg goed naar gekeken. Tevens vanmiddag zijn we die van Arja tegengekomen. En die hoorde ik nou ook niet meer tikken. Maar wat is hij toch heel mooi en goed onderhouden. Ofwel, dames en heren, komt de X-Factory van Shuffle Button, tevens Boesveld tegen. Stap erin en geniet van de rit en show. En een ding wat mij opvalt, is dat was tevens in Valkenswaard niet. Er zit nou de Firefun, die ze nou laten gaan. In ieder geval, dat was me in Valkenswaard niet opgevallen. In ieder geval, het is een echt een leuke tripride om te doen. Het deel is gebouwd bij KMG. En het beste is, deze heeft Aquafun erbij. Nou, vanmiddag was het niet nodig, je waterstralen. Want er kwam Aquafun van boven. En het deel is gisteren nog. In ieder geval, kom op tegen, stap lekker erin. En geniet van dit en show. Ofwel de inspectie van Shuffle Button. Tevens Boesveld. En zo weer door. Richting de kanonskogel. Ja, daar is van X-Factory. Gaan we door naar de volgende zaak. Helaas staat hij stil. Maar ja, daar heb je ook mensen voor nodig. Twee mensen in de bal. In ieder geval, het is steeds de Flyzone. Hij stond de Hinzen. Voor de eerste keer gedaan. Dat was op de kermis in Geert. En hebben we hem gedaan. Ja, en het is een hele leuke, mooie slingshot om te doen. Tevens is hij gebouwd bij Technical Park. Tevens de Fabri. En ja, als jullie dit goed zien, zijn er vernieuwingen aangebracht. Namelijk die vier vlaggen. Die zijn volledig nieuw. De voorbording die je ziet bij het podium. Dus die de trailer afschermt is helemaal nieuw. De zijbordingen op de trapleidingen zijn nieuw. Nou, die bordjes van Flyzone No Limit zijn hartstikke nieuw. Dus op de palen en dan net bij de lieren. Nou, ja. In ieder geval, Edmond en ik hebben hem in wit gedaan. En het is een leuke attractie om te doen, omdat elke shot toch anders is. Helaas staat hij nou stil, maar je hebt toch wel mensen nodig om bewegende beelden van te kunnen maken. Nou, kom je hem tegen, stap lekker erin en geniet van je shot naar boven. Ongeveer pak een beet, 30, 35, 40 meter. Maar dit is net zoals, weet je ook weer, de andere waar ik zo'n groot fan ben van ben. Oh ja, Air Race Bungee, die was het ja. Dat is ook zo'n hele mooie slingshot om te doen. Maar kom je deze tegen, stap lekker erin. En ja, geniet van de uitzicht en van de shop naar boven toe. Zo hebben we hier nog de bumper cars, bumper palace van Swinkels. Ja, die staan eigenlijk hier altijd wel op het plekje hier. Toch wel een van de mooiere autoscooters van Nederland. En tevens is deze gebouwd bij Bertazon uit Italië. En ja, die komen we op sommige kermis best wel vaak tegen. En zo gaan we schommelend richting de laatste attracties helaas alweer. Nou dames en heren, we gaan raven op de Impact. Nou dames en heren, zo komen we weer aan bij de volgende zaak. Steeds de Impact van Hamers. Een type street fighter gebouwd bij Technical Park. Op verschillende kermis gezien, gedaan. En zoals we zien, in ieder geval, ze hebben niet veel gezeten. Want volgens mij was het voorpodium al gedaan. Maar de kassa, daar richt hij nou eventjes op, die is helemaal bestikkerd. Vroeger was die knal en knalgroen en nou in één keer heel mooi bestikkerd. Nou, mijn complimenten. Ik ben benieuwd wat ze er verder mee zullen gaan doen. Maar ja, we hebben dus de Impact al op verschillende kermissen gezien en gedaan. Het is een leuke afterburner-achtige zaak. Kom je er tegen, stap je in, echt niet meer in een show. Sowieso in de avonden draaien ze altijd heerlijke shows en heerlijke ritten. Toch, ja, als ik deze naast die van Bedot moet zetten, ja, vind ik die van Bedot persoonlijk mooier. Maar als je nou Hamers met Bedot samen zou zetten op die street fighter die we in België hebben rondreizen, dan zou dat een perfecte combinatie zijn. Maar ja, dit is ook wel een leuketje om te zien en om te doen. Kom je tegen hier in Nederland of in België, stap lekker in en geniet van de rit en show. Op wel de Impact van Hamers. En zo gaan we schommelend richting de laatste zaak helaas alweer. Die zo tegen gaat draaien. En ja, dames en heren, van de Impact gaan we helaas naar de laatste attractie toe. Dus tevens de Caribbean Beach Party Double Police, rijdt van de Hus van Tol. Type Monster 3. Monster 3 Police, gebouwd bij Schwarzkopf uit het mooie Duitsland. Na sommige YouTubers is dit de beste, maar naar mijn mening is toch de Power Police de beste. En komt deze op een hele mooie tweede plaats. En waarom baseer ik dat? Op ervaring, rit, show, ja, en hoe je hem bestuurt en afwerking natuurlijk. Daar kijk ik gewoon naar. Maar dit is ook gewoon een heel leuke om te zien en om te doen. Maar ja, ik stap één keer in de zoveel tijd erin. En met heel veel liefde stap ik liever wel gewoon in de Power Police in. Maar dat is gewoon echt verschil qua smaak. Qua meningen, hoe je naar een attractie kijkt. Maar dit is ook wel leuk om te doen. En deze komen we op best wel veel camps tegen. Bijvoorbeeld bij Meijer in Roosendaal. Weet ik wat waar. Maar kon je hem tegen de Caribbean Beach Party van Hans van Tol. Stap gewoon lekker erin. En geniet van de rit en show. Maar ik stap maar één keer in de zoveel tijd. En doe met altijd heel veel liefde. De Power Police van vader. En zo zijn we helaas hier weer het rondje rond. Hier in Helmond op de voorjaarskermis. En gaan we helaas weer afsluiten. En gaan we door naar volgende week. Naar een paar mooie Duitse kermissen. En andere Nederlandse kermissen. We gaan naar Roosendaal. Ja, dames en heren. Terwijl de eclairs van Gebroeders Korten. Zijn rondjes hier in Helmond zijn weg te draaien. Uit de laatste van jullie afscheid nemen. Hier vanuit Helmond. Ja, precies wat ik in de intro zei. De Nederlandse kermissen die ik ga bezoeken. Ja, doe ik echt alleen puur kijken op de attractielijsten. Daarna ga ik me van concentreren op Duitse kermissen, Belgische kermissen. Weer meer terug richting de pretparken waar ik vandaan kom. Maar in ieder geval, ja, ik heb er gewoon van genoten. Weer om de eclipse gedaan te hebben. Heel misschien dat we naar Eindhoven, het park Laguna toe gaan. Naar de Osse Kermis. Misschien naar de TT in Assen. Maar durf ik niet te zeggen. Dat ligt echt afhankelijk van wat de lijst hier zal gaan hebben. In ieder geval, ja, ik ga hem echt persoonlijk gewoon missen. De eclipse van Korten. Echt jammer dat hij naar Frankrijk toe gaat. En dat het gewoon na 15 à 16 jaar gewoon voorbij is. Maar ik zou zeggen, had je nog niet gedaan, natuurlijk even dat blauw duimpje doet. Natuurlijk even op YouTube kanaal Dutch Coaster Community. Abonneer of meer leuke reviews voor Box, Onrijs en Afreis vanaf Kermis en pretparken. En hier vanuit Helmond, CT, Doei, Slut en Houdoe. En volgende week gaan we weer naar een hele mooie Duitse kermis toe. Namelijk naar de Osterband in Aachen. Net over de grens bij Landgraaf. En daar hebben we ook nog mijn eigen thuiskermis, Roosendaal. Nou, de nostalgische kermis. Maar ik zou zeggen, tot volgende week vanuit mijn eigen stadje Roosendaal, tevens Aachen uit Duitsland. Want daar staan een paar mooie toppers hoor, die we gaan bezoeken.